bijzonder vandaag. Danielle van der Wolf speelt haar 100ste Interland. Ja, ja, ja. Goed gezien. Van der Tong. En die bal van Danielle van der Tong. Nou, ja! Yeah! Van der Tong. Danielle van der Tong. Op de 22ste Interland. 31ste doelpunt. Kwaliteit gevonden van Danielle van der Tong. Die dit als geen ander kan. Van de Doorn voor Vrijgoed. Van de Doorn. Mooie bal! En dan is altijd Van de Doorn op zulke moment. Ik weet ook gewoon dat ik op het veld stond en dat ik gewoon zag, oké, weet je, zij loopt eigenlijk niet optimaal. Ja, soms staat ze dan weer op en stapt ze door, maar dat was nu eigenlijk niet zo. Ja, en ik heb eigenlijk toen helemaal niet meegekregen dat het gewoon, ja, dat het niet goed was. Van der Tong kan niet verder, anders haal je haar er niet af. Ik was meteen oké, wat gaat er nu gebeuren, hoe ziet het eruit, ga je het EK halen? Ja, ik heb dus in de wedstrijd mijn pees afgescheurd in mijn enkel, van mijn scheenbeen naar mijn enkel toe, dus eigenlijk een soort van die wrist. Daarom ben ik vandaag geopereerd. Dus vandaag is dag 1 van mijn rehab. Ziet het er momenteel zo uit? Weet je, alles gebeurt met de reden en ik heb nog steeds kans om het EK te halen. Want het is nu 1 december inmiddels. Dus ik denk dat ik dit ga vloggen, alles. Om jullie inzicht te geven eigenlijk hoe zwaar, maar ook hoe mooi voetbal kan zijn. Vroeger wilde ik altijd profvoetballer worden. En ja, dat kon eigenlijk niet. Ik werd altijd een beetje uitgelachen door mijn klasgenootjes of mijn teamgenootjes. Want in Nederland was het dat gewoon nog niet. Dus daarvoor wil ik eigenlijk aan mijn jongere ik, aan alle kleine en jongere meiden, bewijzen dat het wel kan. Ik kan gewoon weer op een EK staan en mijn titel verdedigen. Wij zijn nu op het oude hoofdveld van SV Valkenswaard. Het is nu van de atletiekvereniging AVV. De familie van de Donk heeft hier op dit veld groter geworden allemaal. Allemaal. De KNVB vroeg mij, of ons moet ik zeggen, kan ze niet wat hoger gaan spelen als Valkenswaard. Toen is ze naar UNA gegaan. En bij UNA moesten we bij 2 wedstrijden van tevoren meedoen. Om te kijken of het goed genoeg is. Maar de eerste opmerking was, ja, eigenlijk doen we niks met meiden. En toch werd ze aangenomen na die wedstrijd, omdat de UNA gewoon eerlijk was en zei, ja, zou het gek zijn dat we ze zo wegsturen, want ze is goed genoeg. Ze wil altijd winnen. Niet kost wat kost, maar ze wil altijd winnen. Ze heeft daar gewoon van moeders. Daar heeft ze van moeders. Het karakter, het doorzettingsvermogen. Ja, het is gewoon een winnaar. Hoe is het gegaan de afgelopen weekend? Ja, wel goed eigenlijk. Ik heb een 3,5 uur pijn gehad. En, Die zat vooral hier, hè? Ja, ik denk dat daar ook het litteken zit. Ja. Hier zit hij dus nu verankerd. Ja. Waar hij normaal gewoon mooi op het bot hecht, zit er nu een ankertje tussen waar hij op het ankertje gehecht is. Okay. En die zag er wel goed uit. Ja. Als je die traint, wordt die ook beter zonder dat je hem eigenlijk traint. He, niet zo goed natuurlijk als dat je hem zo normaal zou trainen, maar je kan hem wel al een beetje activeren in je hersenen, zodat hij wel beter gaat bewegen. Dus daar gaan we nu de eerste 2 weken, maar de eerste 6 weken mee beginnen, voordat we dit natuurlijk kunnen belasten. Okay. Daar gaan we vandaag mee beginnen. 6 weken. Oh. 6 weken, ja, en dan gaan we natuurlijk de rest van je lichaam ook meteen aanpakken. Ja, oké. Okay. Fitter terug, toch? Danielle heeft een pees, aanhechting, eigenlijk de aanhechting van de pees afgescheurd. Dus de pees is van het bot losgescheurd. En dat is niet een pees waar het gebruikelijk bij gebeurt. Hier loopt hij door en hier op het bot, daar is hij eigenlijk van afgescheurd.
Nou, Danielle is natuurlijk net geopereerd, dus ze zit nog in het gips. Straks mag het gips eraf, dan krijgt ze een walker. En die kunnen we afdoen, kunnen we iets meer doen. En op het moment dat ze net even wat meer kan doen, dan gaat ze weer naar Lyon. En dan gaat ze in Lyon verder dagelijks aan de gang daar met de fysiotherapeuten en de fysiek trainer. Waar we veel overleg mee hebben om steeds die stappen verder te maken naar zonder walker en... En zo door richting de teamtraining. We hebben nu 8 maanden totdat het EK is. Dus ja, in principe zou dat technisch haalbaar moeten zijn. Als je kijkt naar hoe belastbaar zo'n pace is. Maar ja, omdat het een beetje een onbekende revalidatie is. Ja, kunnen we geen garanties geven. Maar het is wel iets waar we natuurlijk hartstikke naartoe werken. Maar het mooiste zou zijn in dat traject dat ze bij de club... Al eerder aan de slag kan in de teamtrainingen en speelminuten opbouwen. En het mooiste voor haar zou zijn dat ze ook nog de Champions Finale kan spelen. En dan daarna mooi bij ons kan aansluiten in de voorbereiding. Dus daar gaan we voor. Ik voel me toch een beetje zeven met mijn krukken nog. Maar dat is gewoon omdat ik een beetje bang ben. Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet snappen. Wat het voor, nou in dit geval jou, een voetballer die het voetbal het mooiste vindt wat er is, zoiets doet. Want er gaat alleen maar één gedachte, nee, nou is het over of zo. Dit is de eerste dag. Nou, nee, dat, nou oprecht, dat was eigenlijk niet mijn eerste gedachte. Ik dacht alleen maar. Ik wil, nee, ook niet. Ik dacht alleen maar, ik ben nog niet klaar om te stoppen. Ik wil nog zoveel doen. Daarom zei ik, oké. Okay. Dat is wel een hele andere mindset. Dat je denkt van, het is over. Ja, maar dan bedoel ik hetzelfde. Ik ben er niet klaar. Nou, ik zal toch niet zijn dat ik ermee op moet houden. Dat bedoel ik. Zo denk ik niet. Oké, dan denk ik er al. Maar dat probeer ik wel eens uit te leggen aan jou. Dat jij... Maar je bang, altijd bang denkt. Je bent van anderen al bang en vast voor jezelf, hè, Bibber? Ja. Nou, zo is iets aan in de badkamer. En zo ziet het eruit. Ja. De troep is allemaal van mij, want ik heb hier natuurlijk niet mijn eigen plek. Ik woon bij mijn ouders, die verzorgen me. Dag en nacht. Super lief. Ik loop dus nog steeds in die krukken. Aangezien ik nog steeds hetzelfde pootje heb. Dus ik mag nog steeds niet staan. Maar hier in de badkamer doe ik dus eigenlijk bijna elke ochtend al mijn oefeningen. En als jullie denken, wat is dat voor herrie? It's Moetie. Hij klaagt niet, want ze maakt me eten. En als je 13 bent en dan wordt er eten voor je gemaakt elke dag, dat komt niet vaak voor hoor. Dus ik geniet er volbak van. Okay, talk to me. What's going on? Not much really. But they expect me to be back in like 4 to 6 months, right? So... I have like max 4 months left. There's going to be really good days, going to be harder days, going to be easy, there's going to be really painful days, and every day is important, absolutely critical to the process. You've got to, what I've seen is embrace everything, take it on, and keep moving. I want to play for Lyon the last couple of games. That's my goal, but my main goal is the Euros. Like, I have to calm myself a little bit down, and I think if we're like 2 months further, I think they have to calm me down, you know? That's always a process with me. Yes, it's not just about putting the ball in the back of the net, but the game is about that. You did it, but you also did other important things. You were an important piece
on the pitch, but then as we talked more, and that's what I also want to talk to you about, because I know you're going to be very important as a leader, leader of yourself, but leader of this group and this team. You focused on you getting healthy step by step, not getting distracted, and as we get as you get closer, everything will get harder. Yeah. As you touch the pitch, yeah, everything gets harder. Go, go, go. Yeah. Focus on being back 100%. Yeah. We weten natuurlijk dat je ons ontzettend gaat missen. Dus we dachten, ja, we moeten iets doen waar ja, hoe je kunt ons aan kunt, ja, hoe zeg je dat? Herinneren? Nee. Dat jullie bij mij zijn. Dat we gewoon bij jou zijn. Ja. Dat we altijd bij jou zijn. Ja. Dat we je, dat je bij ons, dat jij ons bij je draagt. Dat, ja. Dat zocht ik. Met je, met je meelopen. Ja, ook dat. Ja. Vet slim. Ah, die zijn leuk. Vet schattig. Moet je wel aan. Nu? Nee, nou nee. Zie je er dan tegenop? Of? Nee, ik zie er helemaal niet tegenop om terug te gaan. Het enige wat ik had gewild, zeg maar, is dat ik toch maar... Omdat ik nu dus die andere fase inga, na die 6 weken, ben weer gaan lopen en zo. Ja. Nu denk ik toch wel, je had misschien nog maar 2 weken langer gebleven. Ja. Ja. Ik heb gewoon... je er vertrouwen in? Ja. Jawel. Maar dan zat ik vandaag bij de arts, zeg maar. En die zei van, kijk, het is nog steeds haalbaar. En die van, je zit goed op schema, het ziet er goed uit en zo. En dan, ja, de doelen die we hebben gesteld, die kunnen zeker haalbaar zijn. Kunnen. Ja. Dan dacht ik, we formuleren dingen anders. Waarom? Maar je kunt aan hem toch gewoon vragen van, oké, wat is wat er denk anders? Ja. Nee, ja, maar hij zei alleen maar, het ziet er echt goed uit en zo. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik zit mezelf helemaal gek te maken. En als het niet haalbaar is, moet ik dat ook gewoon accepteren. Ja, maar zouden ze dat dan niet zeggen hoor? Ja, dat denk ik wel. Maar daar, ik denk wel dat ik daarom ook over 2 maanden terug moet. Dat ze dan nog een keer kunnen kijken. En dan... Maar toen zei hij ook van, als je dan terugkomt, dan kunnen we eigenlijk echt wel duidelijk bepalen of het ook echt haalbaar is. For a long time, you know. Vandaag was mijn eerste training bij Lyon. En ik ben helemaal aan het bibberen, ben helemaal afgemaakt. Misschien ben ik op het EK ook niet, weet je, dan is het voor iemand anders om zeg maar deze taak over te nemen. Ik heb het heel zwaar. Het draait een beetje op soms.